Ja, jullie hebben een actie bedacht voor Vaderdag. Wij hebben dit weekend een Vaderdagweekend, waardoor vaders het hele weekend gratis toegang hebben in het Spoorwegmuseum in Zuidbroek. En waarom is het dan speciaal voor die vaders zo leuk om hier langs te komen? Nou, we hebben eigenlijk van alles voor iedereen, voor vaders, voor moeders, voor kinderen. Maar we dachten dat het wel leuk was om de vaders gratis toegang te geven, omdat zij ook hier natuurlijk treinen kunnen zien, Lego treinen. En om dat dan samen met het gezin of met hun vrouw te gaan doen, leek ons wel leuk. Ja, we hebben zo net wel even een rondje gelopen en jullie hebben ook wat nieuwe dingen ontworpen. Kun je daar misschien wat over vertellen? Jazeker. We staan op dit moment in de stijlkamer. Dat is de voormalige werkruimte van de stationschef. En daar hebben we op dit moment een interactief beeldscherm, waardoor bezoekers ook wat uitleg krijgen over alle onderwerpen en voorwerpen die in deze ruimte staan. En als we dan een van die onderwerpen aanklikken, krijgen we... Dit is de stationsklok. Een moederklok. Dit is een omnibustelefoon. En op die manier proberen wij toch deze ruimte, wat misschien toch een wat stoffige ruimte is, toch een beetje meer interactief te maken voor iedereen. En hebben jullie dan in de toekomst nog plannen om nog meer uit te breiden? Ja, wij hebben nog voldoende ideeën. Zowel binnenin het gebouw willen we gaan uitbreiden met nog wat meer interactiviteit, als ook aan de buitenkant van het gebouw met nog extra gebouwtjes, nieuwe gebouwen die we willen bouwen. En dan om even terug te gaan naar de Vaderdagactie, hoe kunnen mensen zich daar aanmelden? Nou, mensen hoeven zich daar niet speciaal voor aan te melden. Ze kunnen gewoon hier binnenkomen bij onze receptie. En alle vaders die binnenkomen in gezelschap van een betalende andere bezoeker hebben gratis toegang. Dat kan of een kind zijn natuurlijk, of een vrouw, of een kennis. Het maakt allemaal niet uit. Als er een betalende bezoeker bij is, hebben de vaders gratis toegang. En voor hoe lang geldt die actie dan? Die geldt het hele weekend, dus vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. En hoeveel vrijwilligers zoeken jullie eigenlijk nog? Ik zeg wel eens, als er morgen een trein voorbij komt met 10 vrijwilligers, hebben we overmorgen werk voor die 10 vrijwilligers. Op dit moment hebben we 55 vrijwilligers bij ons in het museum. Maar 5 of 10 extra is zeker geen probleem.